Your officer reports normal main engine cutoff. Go for the photo DTO. Have a good mission and we'll see you back in a few days. Meegedaan aan een experiment in de ruimte, een soort dieetonderzoek. Ja, dat was trouwens, dat zijn vaak de vervelendste experimenten, want dan moet je precies eten bijvoorbeeld wat er voorgeschreven wordt. Dat is lastig hoor, als je geen vrijheid hebt. Ja. We hadden experimenten diverse, maar eentje daarvan was het experiment Solo. En dat was om te kijken of het dieet effect had op de botstofwisseling, want astronauten verliezen botten. He, omdat je wordt niet meer belast, dus die botten beginnen te ontkalken. Er gebeurt heel veel met oudere mensen natuurlijk op aarde, dus het is een interessant onderzoek om te kijken. Bij ons gaat het 10 keer zo snel. En ze wilden kijken wat is het effect van eten daarop. En een van die experimenten moest ik bijvoorbeeld een hele week allemaal zoute dingen eten. Ja. En dan een tijdje later weer juist heel zoutarm en kijken wat die verschillen waren. En dan zie je dat hoe meer zout je eet, hoe meer botontkalking je krijgt. Dus dat zout eten, dat is voor... Maar heeft dat ook nog wat te maken met de gewichtloosheid? Ja, absoluut. Dan? Ja, nou ja, het heeft te maken met die botontkalking. Hè. Dus het effect van dat zout, dat verandert de zuurgraad in het bloed. En dan, dat heeft dus effect op die botstof is. En daar hebben wij weer profijt van, dat jij dat soort onderzoek. Ja, nou precies, dat is waarom we dat soort dingen doen. Ja. Wat ik me wel afvraag, als je lang in de ruimte zit en je eet alleen maar, hoe ga je dan... Je beweegt natuurlijk niet. Nee. Nou ja, de André heeft heel veel bewogen. Die hebben we zien trainen en op de cross en lopen en fietsen. Dat moet wel. Dat moet, want anders is het alsof je in je bed ligt. Ja. Dan word je dus heel slap van. Continu in je bed, dan word je heel slap van. Ja. Wij hebben...